Ziezo, welkom bij M1 van module 4, medium 1 van module 4. Wat moeten we doen? We moeten een driehoekje maken die van links naar rechts gaat. Ik ga daarvoor, want ik heb eigenlijk module 4 M2 al gemaakt. Ik ga dus eigenlijk deze code gaan stelen. Goed, min of meer dit hier gaan doen. En dat dan proberen recht te trekken natuurlijk. Hè. Deze mag weg. We gaan eens kijken. Wat heb ik daar gedaan? Ik heb eigenlijk grosso modo gezegd, ik ga het aantal lijnen dat ik heb opgedrukt gaan tellen. En zolang ik er niet genoeg heb, ga ik een nieuwe lijn maken. En dat is wat er gebeurt. Ik ga die lijn afdrukken. En ik ga dan beslissen wat er moet gebeuren, nog met het aantal sterren of spatie op de volgende lijn. En dan ga ik ook zeggen dat ik een extra lijn heb geprint. Nu, dat werkt nog altijd in principe, want lines to print moet ik nog hebben. Maar ik zou dus kunnen zeggen, in dit geval, dat ik 4 lijnen moet printen. Hè? 1, 2, 3, 4. Dus, zo. Dan gaan we 4 instellen. Zo. Als ik dit doe, dan krijg ik een driehoekje met de verkeerde file aan het runnen. Ik moet deze runnen. Dan krijg ik een foutmelding. En dat komt door dat hij deze nog niet kent. Dus we gaan eens zeggen dat hij moet starten met kan een constante gebruiken zelfs. Het aantal sterren dat ik op elke lijn moet toevoegen, gaan we op 1 starten. Ik ga hem met sterkjes maken voorlopig. Okay. Dus 1 sterretje is de eerste lijn, de top. En dan ga ik elke lijn 1 ster extra erbij nemen. Dus ik ga hier een extra ster toevoegen voor de volgende lijn. Dus het aantal sterren dat ik moet toevoegen zal op de volgende lijn iets meer zijn. Spaties moet ik niet hebben, dus dat mag helemaal weg. En ik kan in principe deze ook weggooien, want wat deed ik? Ik ging eerst spaties toevoegen op elke lijn, en dan ging ik sterren toevoegen op elke lijn. Dus bekijk gerust die vorige oefening, als je even moet herbronnen daar. Maar eigenlijk kan ik daar een heel korte oefening van maken, die min of meer dit doet. Ik heb 1 ster die ik moet hebben op de eerste lijn. Ik ga dit hier ook toevoegen, 1 ster. Ik tel hier het aantal sterren. Zolang ik geen sterren genoeg heb, voeg ik nog eentje toe. Maar ik ga tot het aantal sterren. Dat is op de eerste lijn 1. Maar op de volgende lijn wil ik dan 1 sterretje meer. Zo. Werkt dit? Of heb ik een fout nog altijd? Ik heb nog een fout. Dat is een constante. Dat mag niet. Okay. Zo. En ik heb hier mijn driehoek. Hè. Goed. Dus dat was de oefening 2 van module van module 4, oefening medium 2. Maar ik ga deze code nu even hergebruiken hier in medium 1. Nog even herhalen. Ik ga het aantal lijnen dat ik wil printen vastleggen. Ik heb nog geen lijnen geprint. Dus zolang ik heb dat mijn lijnen dat ik geprint heb kleiner zijn dan mijn lijnen dat ik wil printen, dan moet ik er nog gaan maken. Hier maak ik een lege lijn klaar. Hier ga ik herhaaldelijk sterren toevoegen aan die lijn. Dan ga ik die lijn afdrukken. En dan ga ik onthouden dat ik op de volgende lijn zeker 1 sterretje meer wil. Want elke lijn heeft 1 sterretje meer. En dan ga ik die lijn afdrukken. En dan ga ik, sorry, ik heb hem al afgedrukt, maar dan ga ik die lijn tellen. Als zijnde afgedrukt. Hier gebeurt hetzelfde met sterren. Maar het aantal sterren dat ik wil toevoegen, is op de eerste lijn dus 1 sterretje. En op elke volgende lijn 1 ster meer. Dus dat is wat ik krijg. Ik moet nu achter geen sterren toevoegen, maar nummertjes. Oké. Okay. Dus wat kan ik doen? Ik kan hier zeggen dat ik iets anders ga moeten doen van truc. Ik zal moeten zeggen wat het cijfer is. Ik ga beginnen met cijfer 1. Want alles begint met cijfer, blijkbaar. Het cijfer is hier 1, maar het cijfer hangt af van dus zijn geen sterren meer. Ik ga een andere variabele gebruiken. Let line number. En we gaan dat op 1 zetten. Okay. Dus het lijnnummer waarmee dat gaat starten is 1. Want ik moet eentjes hebben. En daarna moet ik
tweeën hebben enzovoort. Dus ik ga het lijnnummer hier aanpassen naar de volgende. Ja. Dus ik ga wat doen? Ik ga lijnnummer instellen, 1. En als ik dat dan gedaan heb, ga ik hier lijnnummer naar 2 brengen. Ik ga hier cijfers of digits edit. Digit is 1 cijfer dus. En ik ga dit hier op 0 terugzetten. Sorry, ik had dat hier op 1 gezet. Digit to add. Dus ik verander gewoon de naam van die variabelen, maar in principe blijft hetzelfde. Ja. Dus gewoon om duidelijkheid te scheppen. Dus ik ga zeggen, hoeveel digits heb ik al toegevoegd? Nog geen. Ik ga, zolang ik er nog moet toevoegen, wat toevoegen? Niet een sterretje, maar dat lijnnummer. Oké, dus hetzelfde lijnnummer. Oeps. Datzelfde lijnnummer, 1 of straks 2, 3, 4, ga ik herhaaldelijk toevoegen op die lijn. Ja, totdat ik er genoeg heb. Maar die digits to add heb ik dus ook nodig. En dat moet dus een nieuwe variabele zijn. Let digits to add. In het eerste lijntje is dat 1. En ik ga hier dan digits to add ook verhogen. Okay. Werkt dit? Ja, dat is hem. Hè. Dus ik heb hier wat variabelen erbij gesmeten. Heb je ze allemaal nodig? Nee. Er zijn wat clevere mensen die dan gaan zeggen, ja, maar je begint hier met 1 en dit is ook 1 en je gaat tegelijkertijd omhoog. Dus met 1 variabel heb je genoeg. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, ik ga hier een lijnnummer van maken, maar dat lijnnummer heb ik in principe niet nodig. Dus ik zou ofwel hier een lijnnummer van kunnen maken, of daar digits to add van kunnen maken. Maar eerlijk gezegd, dat verlaagt de leesbaarheid. En je moet dus nooit bang zijn om een extra variabel te hebben, om te zorgen dat je programma leesbaarder is. Hè. Dus ik geef toe dat één van die twee variabelen genoeg zou zijn. Maar dan gaat je hier ofwel daar lijnnummer schrijven. En dat is zeer raar, want dan staat daar digits added kleiner dan lijnnummer. Dat heeft niks met elkaar te maken. Of dan gaat je hier schrijven line plus digits to add. Dat is ook iets heel raars. Nu is het duidelijk dat digits added kleiner moet zijn dan digits to add. Dat is logisch. Dat is bijna een natuurlijke taal. En op elke lijn ga je gewoon herhaaldelijk dat lijnnummer toevoegen. Oké, okay? Dat is ook duidelijk als je de opgave bekijkt waarom dat we dat gaan doen. Ja. Dus wees niet bang om een extra variabele te gebruiken. Dat kan zeker geen kwaad. De kostprijs is daarvan zeer laag. Dus leesbaarheid in dat geval gaat voor dat extra variabele dat we kunnen uitsparen. Als je heel clever wilt zijn, kun je zelfs zeggen, ja maar ook dit gaat gelijk op. Dus ik zou zelfs van die 3 variabelen er 1 kunnen houden. Maar dan ga je het nog minder leesbaar maken, dus doe dat gewoon niet. Hè? Okay, dit is een duidelijke, bijna Engelstalige zin. Zolang het aantal lijnen dat ik geprint heb kleiner is dan het aantal lijnen dat ik wil printen, doe verder. Zolang het aantal digits dat ik toegevoegd heb kleiner is dan het aantal digits dat ik wil toevoegen, doe verder. Okay. Oops. Ziezo. Ik denk dat deze daarmee af is. Okay. En we kunnen hem nu eens gaan combineren in medium 3 van oefening van module 4. Hè.